Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, is gisteren begonnen met de landelijke herregistratie van particuliere bussen. Busvergunninghouders kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor deze herregistratie. Joyce Blokland-Weinstein, directeur transport van OWTNC, zegt dat er een communicatiestoornis is ontstaan tussen het ministerie en de particuliere lijnbushoudersorganisatie, de PLO. De directeur vindt het belangrijk dat bushouders zich herregistreren, zodat zaken geordend worden. De communicatiestoornis dat is nu opgeheven. We hebben vergaderd erover. En ik denk dat ze vrijdagavond of maandagavond weer hebben vergaderd met elkaar om het ten goede. En daarbij heeft de PLO ook dan weer de instructie gegeven, of tenminste hun leden opgeroepen, om zich um, aan te melden voor de herregistratie. Het punt is dat als men zich niet aanmerkt. Het is een beleid van de overheid, het is een beleid van, de, van het ministerie. Als wij dus um, bepaalde zaken zien, als we merken dat mensen reden met vervalsingen, als we merken dat mensen reden met briefjes, wat niet mag, als we zien dat mensen reden met vervallen beschikkingen, als we merken dat mensen hun bussen hebben vervangen en hun zaken niet in orde hebben gemaakt, worden ze aangehouden door onze controleurs. Die zaken moeten we in orde maken. Maar dat kun je alleen maar doen als je een herregistratie hebt. Blokland geeft verder aan dat het bestand van de afdeling Openbaar Vervoer niet overeenkomt met dat van de PLO. Ook is gebleken dat er valse en vervallen beschikkingen in omloop zijn. Voor de goede gang van zaken moeten alle dossiers in orde worden gemaakt, benadrukt Blokland. En als je een ordening wil, moet je beginnen bij de basis. En de basis is herregistratie. Weet hoeveel mensen je hebt, en van daaruit kun je dan de ordening verder uitwerken. Dus ik wil de mensen oproepen: de bushouders, wil ik echt oproepen vanuit deze kant. Dat het ministerie echt menens is om vergunningen in te trekken van mensen, van bushouders die zich niet aanmelden. Het is echt menens. Er komt geen tweede herregistratie, er komt geen na-traject. De, de bushouders moeten zich aanmelden. Als zij er niet kunnen zijn, kunnen ze een vertegenwoordiger sturen. De uh, wachttijd is niet lang beneden. Dus uh, men moet zich aanmelden. Wie zich niet aanmeldt, die is dan geen vergunninghouder meer na de registratie. Joyce Blokland-Weinstein, zij is directeur van het directoraat transport van het ministerie van OWTNC. We spraken haar naar aanleiding van de landelijke herregistratie van particuliere bussen. De registratie duurt tot en met 7 juni.